What's up guys, we maken 10 Tiermaker episodes. In elke episode bespreken we een team in een historische context. We plaatsen alle spelers in een bepaalde tier, van topper tot ballenjongen. Zoals de Arsenal Invincibles, waar bijna iedereen een ballenjongen was. Check it out. Bon, we beginnen bij de Invincibles van Arsenal. Ze zijn niet invincible. Ah, zeg wat je wil zeggen, zeg wat je wil zeggen. Ik fuck niet met de invincible takes, man. Waarom niet? Want kijk, jullie zeggen, ah, we zijn invincible, we waren een jaartje ongeslagen in de competitie dan. Maar dat jaar heeft Arsenal meer wedstrijden verloren in alle competities dan met United in 1991. Dus jullie hebben dat jaar 5 wedstrijden verloren en we hebben in het jaar dat we de treble hebben begonnen 3 wedstrijden verloren. Dus al die invincibles, we zijn ongeslagen en zo, dat kan niemand schelen. Maar ze hebben de Premier League gewonnen zonder een wedstrijd te verliezen. Maar als ze 7 keer gelijk gespeeld. Oh. Maar ze hebben niet verloren. Wat? Je trofee is van goud. Oh. Jij bent echt geen winnaar, man. Wat winnaar, bro? De laatste keer dat je ploeg heeft gewonnen was dat jaar, bro. Oh. Ik ben geen winnaar. Jij bent geen winnaar. Jullie hebben alles opgeofferd voor dat, hè? Ja, besef. En nu jullie mannen dan gesacrificed voor Arteta. Pita, jullie zijn echt duivels. Dus ja, wij waren onze coach kwijt. Omdat, hè, we oud pensioen. Jullie hebben die kwijtgespeeld. Nee, jullie hebben die buit gekikt. En hij had die stadium gebouwd met zijn eigen handen en voeten. Je vindt ze bons dus? Deze is voor de eerste spelers geweest. Bam, we hebben 5 tiers trouwens. Legende, topper, de schacht, meh en ballenjongen. Dus ja, moeten we meh niet wisselen met de schacht? Dat is disrespectful. Want Alex zou je zeggen, de schacht is... Altijd een 6 op 10, kut hè. Altijd een 6 op 10. Hey, broer, ik fuck niet met 6 af en toe 6,5 of 7, maar... Hij gaat nooit je best. 6,5 man van de match. Iemand die nooit je best is op school, topstudent. Iemand die nooit een wedstrijd verliest. Winnaar. Invincible. Ashley Cole. Ik zou hem... Topper. Ik heb topper. Ja, ik ook. Topper. Nou, dat is easy. Ashley Cole is easy. De rest een slechte episode worden dat ze over alles eens zijn. Nee, maar kijk. Dat is Arsenal, bro. Tonket. Wat bedoel je daarmee? Tonket. Wat bedoel je daarmee? Ja, niks. We gaan drinken. Dat is de volgende al. Mm-hmm. Dat is de volgende al. Dennis Bergkamp. Legend. De legend, ja. Jij bent ziek, hè? Ja, jij bent ziek. Waarom? Jij bent ziek. Waarom? Deze man kon niet op een fucking vliegtuig zitten om uit te zetten. Wat heeft goed wat te maken, bro? Hij is dom. Hij is top. Nee, legend. Legend. Nee, ik zou legends iets beginnen. Legend, man. Hoeveel seizoen had hij bij Arsenal? 3? Nee, ik weet niet. Nu ben ik gewoon aan het capen. Niemand gaat opzoeken? Nee. Hij had dat invincible seizoen. Jij bent toch Arsenal fan? Oh, broer, jij kent alles van menu van buiten of zo. Van mijn legend, zo gezegd wel. Bro, dat kan niet. Ik kan niet een legend zijn, je kan geen Europese uitwedstrijden spelen. Maar respect, bro. Dat gaat broer. Maar vet, dus hij heeft nooit finales in zo gespeeld. In of vet, wacht. Hoe ging hij naar Engeland in de eerste plaats? Bro. Ah ja, hij ging met Eurostar. Eurostar. Of de bot. Piet, hè? Legend gaat met bot. Nee, maar kijk, als ik praat meer over het aspect, want we zijn over Invincibles bezig. Dus enkel Premier League. Enkel het seizoen van de Premier League. Ja, dat is ook het enige wat jullie hebben gewonnen dat jaar. Al ja, ooit eigenlijk. Wat heeft Bergkamp nog gewonnen behalve de Premier League? FA Cup, denk ik. Dan win ik. Is dat een legend, on fit? Want on fit, jullie geven Bergkamp ook zo... heeft 10, 11 jaar. Ja, zo. Sterk. Ja. Jawel. Die hebben toch wel... Naar zijn ereles? Heeft hij een standbeeld? Ja, hij heeft toch wel 2, 3 Premier... Allee, 4 misschien zelfs, Premier Leagues. Heeft Arsenal zelfs 4? Nee, Arsenal heeft het... Tussen 93 en 2003? 4. 3, denk ik. 4, ja, maar dat kan. Ja, hij heeft dus Europa Cup 2, UEFA Cup... Hoeveel prems? 3. 3 prems, 4 FA. Bro, dan is Gary Cahill ook een legend, hè, nee, als we zo gaan beginnen. Hè. Qua talent ook, Ik durf hem... Gewoon topper. Nou, ik vind hem legend, nou wat je net hebt gezegd. Snap je? Heeft hij een standbeeld? Bij Arsenal, ja toch? Probeer jij een standbeeld, nee? Nee, dat is gewoon een vraag. Nee, ik denk... Wacht, ik weet niet. Ik denk hij en Arnie. Jawel, standbeeld. Zitten we hem boven Ashley Cole? Wie? Ja. Toch wel zo. Ashley Cole is weggegaan. Ashley Cole is echt de prime bij Chelsea. Chelsea, ja, inderdaad. Dus Ashley Cole is een verrader. Eigenlijk, ja, hij is ballenjongen. Imbecile. Oh, fucking verrader. Maar ja, verrader. Hoeveel Arsenal-spelers zijn naar Chelsea gegaan? Allemaal. Ja, allemaal. Iedereen die kon voetballen ging weg. Dat is toch... Dat zou ik ook doen. Sol Campbell. Topper. Topper. Hé, hey, dat gaat een snelle episode worden. Dus als we aan Chelsea komen, bro, tonkeet. Ik heb nu... Dit is niet Robert Pires. Nee. Maar skip dan even. Nee, wacht. Want ik heb de naam hier openstaan. Dit is Pascal Siagaan. Oh. Mooi. Dit is niet Pascal Siagaan. Dit is Edu Gaspar. Balle jongen. Edu?
Edu Gaspar. Edu Gaspar. Palingen. Meh. Palingen. Ja, die ding is gekend. Palingen. Waterboy. Als je dorst hebt, dan komt flesjes brengen. Vind die niet. Nou, hij is assistent kinesist. Gatorade. Edu Gaspar. Bro, wie de fuck is die guy, man? Ik ken hem ook niet, man. Skip hem, man. En dat is die O2-tijd, dus ik moet hem normaal zien kennen, maar hé. Dat is ik? Fabregas. Nee, kijk. Ik heb topper. Ik zou de schacht zetten. Nee, topper. Topper. Nee, kijk, ik vind. Zijn prime is wel aardig. Zal ik kalm. Nee, topper, minimum topper. Topper. Nee, topper, geen legend. Dit is echt een saai. Nee, geen legend, topper. Genre, iedereen was een topper dat jaar. Ja? Dat was wel nodig, hè. Wie is dit? Ah, Michael Geil cliché. Nee. Ah, is dat cliché? Ja, geil cliché was... Ah, cliché was de schacht. De schacht. Nee, cliché was mij, man. De schacht. Bro, hij startte niet over dingetje. Was hij een stabiele speler? Stabiele basisspeler? Vond hem mij. Nee, bro. Hij was echt hard geworden bij City. Bro, ik heb mijn herinneringen van City. Want City was dan niet zo hard. Twee legendarische linksbacks, zo gezegd. Ik heb hun respect pas gekregen bij Chelsea en City. Ja, bro. Nee, hij is mij, man. Hij is mij. Schacht. Hij is mij. We moeten iemand bashen. Hij is mij. Dat is... Gilberto Silva. Meh. De schacht. Meh, denk ik. Nee, meh. Dat is toch in de schachtje? Ja, de schachtje. Meh. Ja, ik herinner me hem nog, man. Ik ook, maar... Hij is gewoon Braziliaan, daarom. Ja. Ik vond... Ja, maar dat was ook zo... Als hij Paul was hij meh. Waarom? Zie? Dat Braziliaan is gewoon de Braziliaanse tax. Nee, maar weet je wat het is? Zo Gilberto Silva, dat is zo het begin... Want die hele Braziliaanse rage die ineens begon te komen bij Arsenal. Bro, ik weet niet welke Braziliaanse rage. Jawel. De Wellington Silva, al die mensen. Ah, was hard. Nee, maar ik zeg zo rage, maar ik wil niet zeggen dat rage. Rage moet iets goed zijn, bro. Nee, maar waarom? De jeugd was opgevallen bij Braziliaans opeens, uit het niks, maar die hebben. Allemaal bums. Ja, voilà, maar justement. Maar André Santos en zo. Dus ja, André Santos was een harder linksback dan Clichy, man. Doe Clichy naar beneden, man. Wat? André Santos, bro. André Santos was een harder linksback dan jij, Clichy. Dat is fou. Binnen buiten papa. Jij bent op rare drugs, man. Je fou. Je bent ziek. Waar zitten we, Gilberto? Rare drugs. Gilberto, meh. De schacht. Meh. Waar zit jij? Meh. Ja? Kan me niks herinneren van hem. Oké, ja, mij dan. Ik had eerst de schacht, maar... Ja, broer, fuck deze ploeg. Probeer me iets te herinneren van Gilberto Silva en ik heb meh. Voilà. Nee, het valt verder. Wie is deze? Thierry Henry. Oh, ik heb hem geskipt. Ja, ik zie niet wie dat is. Ah, precies, Mono. Wie is dit? Wacht, ik ga een foto van hem openen nu hier, hè. Voor jou. Jij mag mij zeggen wie dit is. Dat is. Eerste letter. Nee. Hij is klein, hoor. Ja? Ah, wacht. Hij was invincible. Heeft hij gespeeld zelfs? Zo zou eentje op de bank zet. Wacht, kijk mijn PC. Je PC is waar. I do not know this man. Je logo is ook is het, wow, ik herken zelfs niet. Hoofd niet, ja. Ah, je weet echt niet. Wacht. Ja, maar ik heb de naam fout. Ik weet het niet. Wat is je? Skip hem. Huh? Wacht, wat staat er? Ballenjongen, we kennen hem niet. Ballenjongen. We zitten bij Ballenjongen. Als we achteraf... Pita, hij is echt een big legend. Is broer, ze gaan skillen. Je herkent Ballenjongen. Thierry Henry. Topper. Legend. Topper. Wat? Topper. Hola, Brian Boller. Jij bent Brian, ziek. Meent je dit? Ja. Waarom? Wacht dan maar gewoon voor Arsenal. Premier League, Invincibles. Waar moest hij doen in de Champions League finale? Top shooter, top assist. Waar moest hij doen in de Champions League finale? Ja, moest prikken. Maar hij heeft choked. En daarna, wat zij daarna gaan doen? Loes. En wat had hij gedaan daar? Oké, topper. No? Nee, hij heeft een standbeeld, bro. Dan is er niemand een legende. Bro, ik heb al gezien. Ah, heeft hij legendes, bro. Hij is een manager, bro. Broer, hij is een legende. Nee, broer, topper. Respect naar Titi. Bro. Titi is een titel. Titi is een voetballegende. Luister, als je Premier League keek, 2003, 2004. Ja, was vijf jaar. Nee, maar luister. Maar als je aan die periode nu denkt, aan wie denk je? Niet aan Thierry Henry, broer. Aan wie dan? David Beckham, bro. Mijn klote. Nee, broer. Kijk, hij is hard, maar... Ik entertain dit niet. Cruciale periode, bro. Dit is anti-black. Bro, gewoon die Premier League bal van dat seizoen. Als je dat ziet, denk je wel aan Thierry Henry. Wacht, we hebben niet met de schechtzone, of hè? Nee, Thierry Henry, ja, hij is... Die bal van het seizoen, als je dat ziet, denk je gewoon Thierry Henry. Thierry, ik respecteer gewoon omdat hij zo volgende week... Elke zit, ik ben mezelf aan de meisje. Hij ziet die shirt, hij ziet Thierry Henry. Merci, dat dacht ik ook. Colo, topper. De schecht, de je bent malade. De schacht. Op basis van wat? Bro, ik weet nog, hij had getekend bij Arsenal. Weet je hoe hij heeft getekend bij Arsenal? Op servetje. Hij kwam testen. En, had iemand geblesseerd toen, hè? Ja. En daarna had hij nog iemand geblesseerd. Had Brugge hem geblesseerd. En Wenger zegt zo, broer, tranquil. Dan gaat Brugge Henry. Hij zegt, Wenger zegt, we moeten hem hebben.
Een zieke man, beschecht man. Ik heb Colo-Touré nooit echt hard gevonden, man. Nooit? Nee. Ik wil hem wel niet naast Fabregas en Sol Campbell en Ashley Cole zitten. Hij is gewoon topper door zijn chant, we gaan eerlijk zijn. En die chant komt van City, niet eens van Arsenal. Ja, wat ik ook zeggen. Ik wil dat echt net zeggen voordat je zegt. Oké, het moet snel zijn. De schechtje. De schechtje? Ja, iemand moet daar zitten. Hij zit daar goed. Ja. Wie is daar? Is alleen mee? Alleen maar. Ik wil niet horen. Niet naar mij kijken. Broer, hij komt aan rapier. Hij heeft geplast tijdens de wedstrijd. En hij verloor nog niet. En dan? Ik heb het melad, hoor. Broer, kom op, man. Oké, waarom moet hij bij jou zijn? Broer. Als je zegt mij, kan je hem niet zo goed bij de schecht zitten. Nee, de schecht is niet mij. Oké, mooi, maar als je bij de schecht zit, kan je niet zo goed bij mij zitten. Dat is een topper. Lehmann zat op de bank bij Duitsland door Kaan. En Kaan is gewoon, dat is zoals nu twee keepers die echt top zijn in hetzelfde land. Ter Stegen en Neuer. Vind je Ter Stegen een zieke keeper? Niet nu. Dat was een moment. Dat was een moment. Maar dat is niet Neuer. Maar nee. Bayern heeft toen gezegd, Hans, weet je een van de guys aan Roemenig heeft toen gezegd, heeft zijn eigen, als Neuer niet start. Als je Kaan kent. Hij heeft zijn eigen legacy een beetje gefokt. Hoe? Oh, hij is te lang bij Arsenal gebleven. Weet je waar? Ik heb het maar. Nee, weet je waarom? Je haat het niet. Ja, sowieso. Natuurlijk. Ja, nee, maar hij is te lang bij Arsenal gebleven. Hij moest stoppen, hij moest retiren, snap je? Bro, dat was een tijdje. Ammonia leek beter dan hem. Ja, hij heeft Ammonia op een deftige keeper laten lekken. Snap je? Dus je kan hem niet zeggen bij topper. De schecht. Zie? Dat influencer. Hey, dat is gewoon om jullie goede argumenten geven. Ola? Dit is Nwankwo Kanu. Kanu, goeie. De schecht? Goeie is geen tier. Hoe? De schecht of topper? Hoe the fuck are you? Kanu. Dus gewoon beginnen. Eén gekke goal. Ah, is dat niet zo... Backup van Titi, toch? Is hij niet niveau van Iwobi? Of is hij? Is hij dat? Ah, is Okocha. Nee, maar bij. Ja, dat is alleen dat hij een profcarrière heeft. Dat is wat je wilt zeggen. Nee, dat is echt. Dat is echt? Ja, dat privilege. Right, mijn computer is de hele tijd aan het buigen, dus vanaf dat mijn scherm terug is. Ah, voilà, mijn scherm is terug. Oké. Okay. De schacht. Oké. Okay. Wie is dat? Senderos? Dit. Senderos. Is. Lumberg. Kaal en. Freddy! Hey, Freddy! Ik zie het niet. Voilà, denk ik Lumberg. Ik zal opschrijven. Freddy! Ja, maar ik heb de naam hier opstaan, maar die naam is niet heel klaar. Welke naam? Van die spelers. Ja, maar welke naam zit je dan staan? Dat is Pascal Siakam. Kom maar. Nou, dat was echt zo'n ballen, jongen, man. Echt zo'n faux défenseur, man. Legende. Pascal, wat? Ballen, jongen, zijn legendes bij Arsenal. Siga. Ik ken die niet eens. Nou, dat is echt faux défenseur. Als je niet kent. Faux défenseur, groot. Dit is Pires. Dat is Pires, Robert. Ah, nee, ik ga niet. Robert is topper. Legend? Rest in peace. Topper. Ik heb hem topper. Rest in peace. Hoezo rest in peace? Nou, maar we gaan niet doen alsof de rest in peace de reden is dat een legende is, als hij dat is. Hij is dood, hè. Pires is niet dood? What the fuck? Pires is niet dood? Ik ben even Team Kiza. Hij is analist bij Kanaal Plus. Hij heeft elke weekend. Wow, deze man leeft gewoon. Is nog een Arsenal legend dood gegaan vorig jaar? What? Auto-accident? Heb je dat niet gemist? Ah, dat was Reyes, bro. Antonio Reyes. Maar ik ben respectvol, hè. Dus gewoon dat gestorven is, zet je iemand bij Legends? Ja. Kijk, je lacht met dood. Jij bent gewoon dom. Het is een joke. Ik lach ook niet met dode mensen. Ik lach niet met dode mensen. Ik lach ook niet met dode mensen. Nee, ik lach om jou. Nee, Pires is een topper. Nee, Pires is echt een baas. Robert Pires. Robert. Topper. Deze guy met zijn lange haar. Ray Parler. Ah, broer. Nee, hij is zo een van die guys. Hij best Pogba. We laten ballen, jongen. Direct. Hij daar met Sunis. Ballen, jongen. Ik kon niet horen. Ik ballen, jongen. Nee. Ik ken hem ook niet. Ik ken hem niet. Ballen, jongen. Is sowieso ballen, jongen. Ik kon niks horen, broer. Ballen, jongen. Dat is wel Reyes daarachter. Ah, maar pas op. Je zit in ballen, jongen. Heeft wel met... seizoen... Met broer, déjà, nee, met Tony Adams en zo twee... gespeeld. Oh, dat is wat moet dat nu zeggen? Ça va? Tim Walcott heeft ook met Tony Adams gespeeld. Wat nu? Tony Adams is niet hard. Maar wat moet dat ermee zeggen? Dat hij met iemand hard gespeeld. Ja. Ik heb ook broer. Met Jordan Lukaku moeten dekken. Ben ik hard. Dat is niet waar. Ik heb Jordan Lukaku nog niet dekken. 2, 4, 7, 9. Hoe kun... Nee. Atom, wacht. 2, 4. Wacht maar. Dat is 6, 9, 11, 15. Maar wat zeg je?
Wacht, wacht. Als ik wel kijken op de verder. Dank je. Dat is Reyes nu toch? Reyes. Legende. Lach je met Legends. Nee, zie ik kijk, lach je met Legends en met mensen die dood zijn. Doe normaal. Hey, José, ik heb Reyes topper. Huh? Ik heb hem persoonlijk niet gezien. Niet sinds José Antonio Reyes is een topper. Reyes was hard. Topper, echt een baler. Echt een baler. Topper. José Antonio. Dit is een beetje. Waar staat zijn foto bij mij? Jullie moeten weten, ik heb een mapje hiernaast staan waar de foto's van iedereen staan met hun naam eronder. Ik heb de naam maar ik zie deze guy gewoon nergens staan. Voorbereiding. Koekas voorbereiding. Ik weet gewoon niet wie hit dit is. Voor ah, Giovanni van Bronckhorst. Eh? Ja, dat wist je niet, hè? Bij Arsenal. Ja? Heeft hij gestart? Hè? Nee. Wacht. Als Ashley Cole main was, was hij bench, dus mij. Hij was bench voor een pitchie van Zuid-Londen. Bench. Hij was niet top bij Arsenal. Mij. Ja? Eigenlijk gewoon de mij puur omdat hij gewoon van Bronckhorst is. Waarom? Omdat hij een naam heeft, snap je? Maar qua prestatie heeft hij niet gepresteerd. Dus eigenlijk is hij... Een Belgen. Kijk. Broer, we hebben drie linksbacks, hè? Ja, bro. Dat ken je. Dus ja, skip cliché allemaal naar beneden daar. Daar bij mij. Haal hem naar beneden. Bro, want als die goal is jullie topper, dat speelde alles. Dan kunnen de andere twee niet mee zijn, broer. Dat zijn niet ballen, jongens. Haal hem naar beneden. Cliché, maar dat was zo'n cliché, zo net. Gewoon balikoe? Oh, net of niet? Net nieuwe pitch. Hij was bench, broer. Dus, hij was derde keuze en gisteren bij mij. Nee, hij was als over van Bronckhorst, ja. Op, Mij wat? No, laat hem. Ballen, jongen, bro. No, mij is goed. Kijk, cliché kwam van Frankrijk. Maar plus, van Bronckhorst had ook die lange blessure. Ballen, jongen? Wat? Oh, oké, sorry. Kine guy, kine assistent. Ja, nee, maar. Oh, je bent echt een kleine jongen, gij. Masseur. Ja. Gewoon verdraaid. Okay, hij geeft zo die recovery massage daar zo bij lieve Maaskamp. Hij geeft zo die cryo-bal. Oh, Brian is echt een bedtip. Wie is dit? Patrick! Vieira! Legende. Voilà. Legend. Brian, als je praat, Rabbi Keane! Fuck you, man. Legend. Racisme, no? Waarom zijn legend? Hij is de enige bro, geen discussie mogelijk. Geen discussie mogelijk. Geen discussie mogelijk. Discussies zijn altijd mogelijk bij Koekas. Zeg maar. We zijn een democratie, zolang Alex hier niet is. Beetje respect, alstublieft, zeg. Franchin. Respect naar de jongeren. Petit gamin, zeg. Petit gamin, dat doe ze. Kijk, hij is de enige van de drie dat geen standbeeld heeft. Racisme. En wat nu? Zijn geen legend dan. Oh. Kijk, weet je, een legend moet iemand zijn dat een standbeeld kan krijgen bij je club. Zeg je Sotterdal? Dan is hij geen Lestombe. Legend. Nee. Bro, jij bent weer persoonlijke vittes aan het doen, niet beginnen. Oh. Hij is geen legend, hij is gewoon een topper. Nee, bro, dat is legend. Nee, dat is een legend. Kijk, weet je waarom? Welk legendarische moment onthoud jij van Vieira? Ik ga nu eentje geven. Geef jij eerst. Ik weet zelfs niet, ik weet gewoon niet wie de tegenstander was, maar zeg maar, helemaal van achter, pap. Helemaal op zijn eerste is... Tegen Aston Villa? Ja. Ik weet, Vieira, balverlies, Ryan Giggs, rechts erboven, boom. Meneer de Twint, FA Cup finale tegen Arsenal. Dat is één wedstrijd. Legend, broer. Ja, we onthouden Gerrard toch ook voor zijn slip, of niet? Wacht. Zeg maar, dan is Gerrard geen legend. Gewoon dat doet Gerrard is geen Liverpool legend, hè. Gerrard is geen Liverpool legend, hè. Oké, okay, hij heeft niks gewonnen. Maar heeft de Champions League toch gewonnen? Hij heeft twee trofeeën gewonnen bij Liverpool. Een Champions League en dan een Carling Cup. Oh, legend. Jij niet, misschien heeft hij dat zo nooit gewonnen op de club. Golfcarrièreke daar. Dat trainingscomplex. Ja, Brian, ik ga niet liegen. Ik snap jou, maar hij is legend. Hij is een topper, man. Maar als hij goede shit doet in de coachingcarrière, ga ik hem een legend geven. Nee, dat doen we niet. Dat doet Marcus bij Guardiola. Déjà, Marcus. Marcus is ziek. Hij is ziek. De laatste Arsenal-speler die we raten vandaag is Sylvain Wiltor. Ik heb hem bij de schacht. Ik. Mij. Topper. Mij. De gast, hij komt erin. Hij zei mij. Lyon zou hij de schacht zijn of topper. Maar Arsenal, mij. Huh? Bij Lyon. Bro, maar jij vergeet wie dat uw twee basisspelers waren. No. Maar jij kunt niet een side guy zijn en een topper zijn, bro. Dat gaat toch niet? Nee, hij was side guy aan de club. Uw twee mains waren Henri en Bergkamp. Maar jij zegt, de guy op de bench was topper. Wie? Nee. Met wie? Nee. Broer. Kan je nog een voorbeeld geven waar dat is gebeurd? Dat er een bench guy topper was. Ik kan u dat zeggen. Carlos Tevez bij Manchester United. Higuaín bij Real Madrid. Was hij topper? Hij heeft onder zorg geschoten voor Real Madrid. Hm?
heeft meer dan 100 doelpunten gescoord voor Real Madrid. Ja, op 4-5 jaar. In die ploeg. Dat is 20 per jaar. Ja, stabiel. Maar in die ploeg. Ah, dat was toch op druk voor Als Banks zit er toch? Ja. Als, ja nee, maar onder Mourinho start hij meer. Hè. Dat was Benzema even Banks. Als Banks zit er 20 per seizoen scoren, is hard. Hè. Nee, is hard. Maar jawel, ja. Je kan niet... Nee, als je, als je zegt dat Cerruto is... Nee. Ja, als je de tweede guy bent, ben je geen topper. Dan ben je een business checkt, want dan val je in en je brengt iets. Kijk, ze speelden toen in een 4-4-2. Sorry. Ze speelden toen in een 4-4-2. Twee spitsen. Een spits en een 10. Als je dan niet... Als je bent niet in één van de twee, kan je toch moeilijk een topper zijn in een ploeg. Brian, ja? Cerruto was hij stabiele... Hij was starter. Nooit een topper in Manchester. Hij was een goal zat hij per seizoen? Ik weet niet. Maar hij kwam van de bank. Maar hij had... respecteer je standaard 15. Ja? Ah, wel, maar jij onthoudt hem toch? Hij heeft er 20 gescoord. Maar ik onthoud hem gewoon omdat ik kiffeerde hoe hij speelde. Maar ik wil in, hij was gewoon een binnentikker killer. Ik hou ervan. Maar... Op basis van wat je hebt gezegd, snap ik al. Waarom je dat zegt? Ik vind het niet zo van. Maar als bankzitter, als bankzitter het hoogste statuut de schecht hebt, is voor mij wie toch een de schecht. Hij had zo niet impact per Peter Crouch of zo bij dingen. Snap je? Ja. Peter Crouch kwam van bank prikken. Snap je? Lange bal. Bah. Maar broer, Wiltor, dat was energie, man. Wiltor was een builer, zie, maar kijk, we zijn weer op een verkeerde reden. Je zegt energie, we praten over... Nee. Hij lag goed in de groep. Snap je? Nee, maar energie, ik bedoel energie op veld. Hè. Energie, dat was hij gaf zo knuffels naar trainingen. Hij had nooit rechtszaken. Waar zit hij nu? Topper of de schecht? Ik zie de schecht. Nee, de schecht. Ik ben mee met jou. Wat is leuk, man. Het is leuk, man. Vinden we achteraf dat we nog veranderingen moeten inbrengen? Ja, cliché naar ballen, jongen. Nee, wacht. Ah, putain, nee. Wie is naast cliché? Ik heb bij legendes Bergkamp, Henri en Vieira. Wie is naast cliché? Naast cliché staat... oei, mijn scherm is even weg. Waarom is mijn scherm die hele tijd aan het weggaan? Kijk daar. Wie zie ik daar? Daar zie ik dat ook niet, zo. Wacht, hè. Ik ga terug naar mijn... Pieter, we vergeten wie wij waar zitten. Hij is gewoon klein, daarom. Hij loopt met Gilberto Silva. Ja. Vinden jullie hem even op hetzelfde niveau als... Wie is dat daar weer? Ah, Wiltor moet ook dan zakken, hè? Sorry, hè. Dan heeft Gilberto meer impact gehad dan bedoel dan Wiltor. Ik snap wel. Klopt dat, Wiltor? Klopt dat. Ja, achteraf gezien denk ik dat het... Dat je Wiltor keer... in de rij van Leeman, Touré... We hebben echt een bad job gedaan. Ja, maar je kunt dat wel veranderen, hè. Fabregas... Drie legendes, vijf toppers, drie de schechten, drie... Oh, legs. Wacht. Maar check de rijen, maakt dat sens? Ah, dat is alleen dat jaar. Ja, 2003. Je weet, ik wou sensatie gooien. Wie ging je? Van Persie en Nasri. Van Persie is de schacht, hè? Nee, Van Persie is legende en Nasri is legende. Hè? Huh? Nasri legende? Ja, bro. Oké, dit was het einde van deze aflevering. Dank je voor het kijken naar de eerste... Echt een malad. Dank je voor het kijken naar de eerste episode van de Tiermakers. We hebben er in totaal 10 en de rest komt zo op jullie beeldscherm.